Ja, welkom allemaal. Even een korte video over de nieuwe manier van handhistories plaatsen. Voor mensen die Holder Manager gebruiken, je hebt als het goed is bovenin ook een klein kolommetje met handhistories. Ik heb maar één handhistorie daar staan, alleen de laatste hand staat er bij mij, maar bij veel mensen staan er drie. Je klikt daarop, wat krijg je dan? Dan krijg je zo'n klein blokje met daarin de hand. Dan kun je eens terugkijken. Maar hier zit ook een klein knopje, 2 plus 2, en dat is dus speciaal eigenlijk voor het vorm van 2 plus 2. Maar wij gaan dat trucje gewoon ook gebruiken. Je klikt op 2 plus 2, wat hij dan doet is hij kopieert de hand in een 2 plus 2 format. Dat betekent dat er een bepaalde codes in staan en die codes worden ook herkend door ons vorm. Dus je gaat bijvoorbeeld naar het topic van vandaag, Ctrl V. En wat zien we dan? We zien bijvoorbeeld die icoontjes, dubbele punt hard. En dat zet ons forum sinds kort, zet hij dat automatisch om. En dan worden de hartjes en klavertjes worden klavertjes. En op die manier is de hand ook veel beter leesbaar, de actie is duidelijker. En de namen van de spelers worden ook automatisch geworden, wat voor een hoop mensen ook prettig is. Heel simpel dus, en voor iedereen is het ook fijner, dus ik hoop dat jullie dat gaan gebruiken.